Morning, everybody. I'm Shah from Charlie's Angel Tarot on YouTube and MeWe and Buddy Advice on Facebook. I'm just doing a quick video just to let you know your daily card. Okay, this is for Capricorn Stainbook. I might come on, might go live later, a little bit later, but I'm really, really busy with things. So bear with me. I will let you know. Capricorn, you've got the star. Stainbock, you have the stair. Your wish is coming true, or your goals coming true today. Jouw wens of jouw doel komt waar vandaag. Nou gaan we naar Waterman, Aquarius. And you have the Nine of Cups. So wishes are coming true for you as well. Aquarius. Jullie hebben de 9 van Beker, Waterman. So jullie wens of doel komt ook waar. So dat is echt positief. That's really positive for both the first signs. So I hope it will continue throughout the zodiac reading. Ik hoop dat elke sterrenbeeld wel een mooie kaart heeft. Pisces. You have the King of Pentacles. Vissen, jullie hebben de koning van pentakels. Misschien ben jij dit of ontmoet je iemand die in deze positie is. Een volwassen man die goed kan beleggen, die zijn positie of zijn rijkdom al heeft. Iets van duurzaamheid en langere termijn. Misschien heb je net een promotie gehad. Omdat je goed je tijd hebt kunnen verdelen en jezelf goed in de zaken kon investeren. Well, this is for Pisces and this is the King of Pentacles. Perhaps you will be meeting a man of this status that knows how to invest, that knows how to grow things and nurture things and take care, and that is durable and for long term. Or perhaps you might be this, investing, or you might have had a promotion, so you might have had a rise. But it is for long term and its durability. Okay, Pisces, now we're going on to Aries, Ram, jullie hebben de 8 van 8 van zwaarden. You have the 8 of swords. You don't really see the way ahead. Please take off that blindfold and don't listen to the three witches that are of other people. Don't listen to the voices in your head. Usually it's depicted with somebody that can't see the way through. But you, these are new cards for me. But like he's saying here, oh, he's cursed and he's talking to the heavens. Why have you forsaken me? And don't, he hasn't, because the angel's there. So the Eight of Swords means take that blindfold away, try to look at what you have, not at what you don't have, and walk through the swords. The path is free. Okay, jullie hebben de 8 van zwaarden, Ram. En meestal wordt dit uitgebeeld met iemand die met een blinddoek voor de ogen en de handen achter de rug vastgebonden, maar het is niet echt vastgebonden. Hier zie je een mannetje die loopt te schreeuwen en te vloeken naar het universum. Dat is meer realistisch, vind ik. Maar kijk naar wat je hebt en kijk om je heen. Wees bewust wat er gebeurt. Want je kan naar voren. Deze kaart betekent dat je niks kan zien. Je kan de mogelijkheden niet zien om je heen. Maar er zijn genoeg mogelijkheden. Now we're going on to Taurus, Steer. You've got the Ace of Swords. Jullie hebben de aas van zwaarden. Dit betekent sowieso een nieuw begin. Het kan een geboorte zijn, natuurlijk, dat je weet dat je gaat bevallen. Of dat er een kindje komt, bijvoorbeeld volgend jaar als waterman. Of dat het geboren wordt als het weegschaal is of een tweeling. Maar het is een nieuw begin. Misschien wel krijg je gerechtigheid en krijg je wat je verdient.
En dat brengt ook weer een nieuw ding, nieuw begin, want het brengt ook weer mogelijkheden met zich mee natuurlijk. En dan is het allemaal nieuw en je bent met het oude gedaan. Zowel, Taurus, you've got the Ace of Swords and that means justice. You'll be getting what you deserve if you're in judicial difficulties or situations. But it also means a new beginning. It could be a job in law. It could be a job as a doctor or a study. So there's new beginnings. You might even hear of a baby or a pregnancy. So the baby will be born next year as an Aquarian, or somebody might actually be giving birth in when it's Gemini or when it's Libra. But it's a new beginning and there's more possibilities, and honesty prevails, communication prevails, wisdom prevails. I hope you've enjoyed that. Now we're going on to Gemini. Gemini, you have the Four of Staves. This usually means weddings or celebrations. Here it is depicted differently, but it can also mean your boats are coming in. Perhaps you've bought your house today or this week, or you're thinking of something like starting a new job, and it will be built on a good foundation or a business. It is anyway, this card represents weddings and celebrations. Tweeling, dit is de Vier van Staven. Deze kaart betekent huwelijken, trouwen en feesten. Misschien ga jij je huis kopen deze week of heb je net een huis gekocht. Of begin je een nieuwe baan of een nieuw project op goede grond. Zo, de fundering is juist en goed. Now we're going on to Cancer, Kreeft. En jullie hebben de 10 van Pentakels. Zo, misschien win je iets in de loterij. Misschien krijg je een erfenis. Misschien beland je die baan die juist meer geld gaat opleveren en de familie wordt wat beter in geld of materialistisch gezien, zodat er meer rust terugkomt en dat je een gelukkige familie hebt. Cancer, you've got the Ten of Pentacles. Perhaps you might be receiving money from the lottery or an inheritance, or you might have landed that job that pays very well, that will restore happiness within the family, as there won't be so much stress about finances. Leo. Leo, jullie hebben de twee van zwaarden. Jullie moeten beslissingen nemen vandaag. Hou op met bekvechten, krijg ik te horen. Misschien zie je de mogelijkheden niet. Misschien heb je je hart gesloten voor de liefde. Jullie moeten beslissingen nemen vandaag. Leo, you have to make decisions today. Perhaps you've closed your heart to love. Try to stop fighting. That's what I hear. Okay? Make those decisions and go forth and open your heart to new, beautiful things. Usually it's a woman that's blindfolded and the two swords have crossed her heart. So that's why I'm saying perhaps you've closed your heart to something. Right, we're going on to Virgo. Virgo, you have the Eight of Swords. Just stop. Take that blindfold off. Usually it's depicted with a blindfold, somebody with blindfolded and the hands tied behind the back. And here I think it's more modern. You might be hearing voices or your conscious. They're saying, no, you can't. No, you can. No, you can't. Stop doubting yourself. Go forth and see what's around you. Be more aware of what's around you and go through the swords. And you'll be free. Maagd, jullie hebben de acht van zwaarden. Twijfel niet aan jezelf en luister niet naar die stemmetjes. Je onbewustheid van ja, je kan het wel. Nee, ik kan het niet. Ja, ik kan het wel. Nee, dit wordt meestal afgebeeld met iemand met een blinddoek voor de ogen en de handen verbonden
vastgebonden in zwachtels of touwen achter op de rug, maar die zijn niet echt vast. Haal die blinddoek af, kijk naar voren, wees bewust om je heen, luister, heb geen zelftwijfel, stap tussen die zwaarden door en je weet dat je vrij bent, je weet dat je het kan. Je bent goed genoeg. Oké, Libra, weegschaal. You've got the King of Wands. Jullie hebben de koning van staven. Deze man staat voor creativiteit, passie, logica en in actie komen. Deze man heeft deze positie niet voor niks bereikt. Misschien ben jij het wel dat actie ondernomen heeft, snel gereageerd heeft, creatief is geweest en logisch. En daarom heb je deze positie bereikt. Misschien krijg je door je harde werk, of als je dat allemaal gedaan hebt, misschien krijg je een promotie. Misschien krijg je een salarisverhoging. Want de staven hebben ook een beetje te maken met werk of hobby's. Want dat zijn ook acties. Of misschien ontmoet je zo'n man. En zo'n man kan de leeuw, boogschutter of ram zijn. Maar wees voorzichtig, deze zijn mensen die zijn heel snel en die komen in actie en zijn creatief. Houden ook van creativiteit. Zo, die zijn erg moeilijk, net zoals de zwaarden, om echt vast te houden. Om in hun hart te komen. Als je een geliefde hebt die een van die tekens is, dan moet je ook voorzichtig zijn dat je je vingers niet brandt. Ja? Zo, leer ze goed kennen, neem het langzaam, wees creatief en dat het niet één nacht liefde is, maar voor langere termijn. This is Scorpio, no, this is Libra. Libra, you might be meeting a fire sign that could be Aries, Leo or Sagittarius. And this king has not reached the position for nothing because he's active, he's creative, and he's passionate, and he's logical. He comes into action and he does things. Perhaps you might have done all that and reached this position today by getting a promotion or started your own business and you're taking it to the next step. If you are meeting somebody like this, a partner, a potential partner, then make sure that you can handle it. Don't burn yourself. Take things at a pace. Be creative. Be understanding. Because fire, don't play with fire. That's what I get to hear. Because these people are passionate and they do come into action. So they come here, gone there. Just like a ship in the night. So make sure that you pace yourself and the relationship. And once you've stolen their heart, you're theirs for life. Scorpio. Scorpioen. Seven of Pentacles. Seven of Coins for Scorpio. What you have sown, you shall reap. Wat je gezaaid hebt, zal je ook oosten. Now we're going on to boogschutter, Sagittarius. Well, you are in your element, really, because you've got the fire sign here. You've got the staves. You have to make decisions. You're in the planning stage. So make those decisions and it will be fruitful, okay? He's already watching out on the horizon, seeing whether his boats are coming in, but you haven't finished the planning stage yet. Okay, dit boogschutter, jullie hebben de twee van staven, ook het element vuur. So er is actie onderweg, je plannen, je bent plannen aan het maken en je kijkt uit naar de boten die binnenkomen. Misschien zie je ze in de verte, maar nog niet helemaal dichtbij, want je bent nog in de plannenstadium. Oké, maar jullie moeten wel beslissingen nemen.
Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. I hope you like the reading today. Sorry if I don't come in today. I am very, very busy. So take care and have a nice day. God bless and be blessed. Als ik niet vandaag live ga, dan wees gezegend. God zegent je. Hou je taai en tot gauw.